Een hele goede dag allemaal. Welkom bij Wendy's Crepe. Ik ben Wendy. En dit album is echt iets speciaals. Dit is een bestelling geweest van een dame. En die wilde heel graag een album waar ze heel veel foto's in kwijt kon. Maar zeker ook heel veel tekst. Het is een heel groot album geworden. Het is verschillende soorten pagina's gedaan. Het is verschillende soorten lijnen. Onder andere met verschillende lijnen van Stamperia, als ze maar paars lila tinten hadden. Lavender is er één van. En volgens mij zit er zelfs nog een crefto kloklijn tussen. Het is een vierkante, nou bijna vierkant boek. De pagina's op vierkant, er zitten 10 pagina's zitten erin. En normaal maak ik ze per 8. Ik heb de rug heb ik met leer en bekleed en met studs. Nou, de studs zijn in dit geval gewoon brets. De achterkant is simpel gehouden. Uiteraard een handmade tag erop. En de lavender. Ik vond het gewoon leuk. Ook niet dat het per se het merk is. Of de lijn is van het merk. Maar lavender. Ja, lavendel. Dat is gewoon puur de kleur. De boekplate zit erop. Zodat ze op kan schrijven wat ze wil. En het leerwerk is afgekant, zeg maar. Er zit een kanten rand op. Ik weet niet of het te zien is. Ik ga hem dichtbij halen, kijken. Ja, als ik hem met het licht meewerk, zie je dat er een kanten rand op zit, puur voor de afwerking. Leuke bloemen, echt diverse soorten. Dit lijken wel bruisbloemen. Er zit een tulekantje onder, gewoon papieren bloemen, stoffen bloemen. Dit is een soort piepschuimballetjes wat erop zit. Ik heb dit keer gekozen voor een magneetsluiting. En waarom? Ik heb er een lange magneet onder gemaakt. Het bestaat gewoon uit 3 magneten tegen elkaar aan. Maar mocht het boek nou zo vreselijk dik worden, dan kan het gewoon verschoven worden. De sluitingen zijn gemaakt voor kant, breedkant. Die zijn beide kanten afgewerkt met groen lint. Er zit een, hoe noemen ze dat? Ze hebben het ook vaak bij een horloge. Zo'n dingetje. Het heeft een ribbon slide, heet het, als ik het heel goed heb, zit er overheen. Bronswerk, diverse soorten. En dit is een luxe bret. Nou, de binnenkant. Hij gaat dus heel simpel open. Het kan heel veel hebben. Dat zeg ik er vast bij, want ik heb hem al diverse keren open gehad. Dan de eerste pagina. De pagina's, wat ik zei, de pagina's zelf zijn 20 bij 20 centimeter. Ja. Ik heb voor de binnenkant van de koffer heb ik gekozen voor een grote pocket. En dan moet ik hem niet aan de onderkant dichtknijpen. Een grote kaart waar ze van alles op kan schrijven. En een boekplate. En die heb ik aan de binnenkant blanco gelaten. Dat zul je zien, dat komt langzaamaan door het album heen. Als je dit allemaal gaat bekleden, wordt het boek niet te tillen. Hij is nu, ik denk dat hij gauw al 2,5 kilo is. Grote boekplate, grote platen voor foto's. En dan doen we die erin. Ik zal niet alles weer terugstoppen ter plekke, want dat is gewoon geen doen. Hierin zitten heren. Pockets. Het is dat ik het randje even met zwart heb aangezet en dat je het kan zien aan de twee cirkeltjes. De cirkeltjes zijn erin geponst en dat houdt het scheuren van de pocket tegen. En persoonlijk vind ik het nog wel leuk staan ook. Beetje bronswerk en hier een kaartje met een klein nootje voor de dame in kwestie. Dan hebben we aan deze kant hebben we een pocket en in die pocket zitten 2 kaartjes. En ook de achterkant hiervan is weer blanco voor de foto's. En dan kan omhoog door For You op te tillen. Ook hier vind je dan weer een kaartje terug. Hier een plaatje waar, en dan pak ik even een van de kaartjes eruit. En die ga ik gewoon meenemen. Hier kan je leuk wat achter stoppen. En dan kan hij naar links open. Genoeg plek weer voor de foto. Ook hier zitten weer diverse kaartjes in voor tekst en foto's. En door dit uitgestanst hoekwerkje kun je hem zowel er helemaal achterin zetten als iets meer ervoor.
Oh, dan kan hij nog een keer open. Zie je? Zou ik bijna vergeten. Afwerking met randjes. En ook hier alweer ruimte voor iets foto's, papiertjes, teksten. En hier twee kleine labeltjes. En die worden aan de zijkant van een, nou, noem het eens een tekstpot, vastgehouden. En, nou ja, plenty plek voor foto's. Die is gedicht. Even kijken hoor, dan gaat hij zo. Ik moet zelf ook even kijken. En dan gaat hij naar beneden. En deze gaat hier weer niet terug. Dan hebben we een hele grote inserts. Achterkant laten we weer leeg. Het zijn brede pockets en dat maak ik expres met een speciale hinks. Nou ja, dubbel gevouwen zijn het eigenlijk. Zodat als je er een foto in hebt, dat je nog steeds, nou ja, plek genoeg hebt om je insert in en uit te steken. Dan heb ik hier een envelop. Er zat een envelop bij het papier. Deze had ik gemaakt en ik vond hem leuk. De achterkant was ook erg leuk. Dus ik heb de hele envelop weer gesloopt en daar heb ik een eigen envelop van gemaakt. Deze gaat open door middel van een piepklein magneetje. En dan zou je, ik zou dat ene kaartje even meenemen, zei ik. Er weer wat instoppen. Het is tevens een slot. Vlindertje draaien we opzij. Het vlindertje staat bij mij een beetje centraal. Door het hele boek heen zal je hier en daar vlinders tegenkomen. In dit geval staat hij hier. Hij staat ook hier. Vlinders hebben wat. Het is iets moois. En deze gaat open. En deze gaat open. En ook hier weer plenty plek voor foto's. En hiermee draaien we hem op slot. Is een gewone brons bedeltje waar we een swingtap van gemaakt hebben. Dan gaan we weer naar de rechterkant. Hier hebben wij een spot. Een pocket. Met bronzen embellishments. Deze doen we open, dat kan je zien door middel van het lintje wat er in dit geval aan zit. En ook weer de vlinders komen terug. Als we deze open doen, zien we hier weer een pocket. En in die pocket zit een, ja, nou dat dus. Een booklet, ja, dat was hem. Deze schuiven we open en dan komen de vlinders weer op verschillende plekken terug. En ook hier alweer diverse kaartjes in de hoek. Deze doen we open, zien we een andere uitstands. Ook weer met verschillende soorten kaartjes en plaatjes. En hier hebben we een hele grote plek. En dan hebben we aan de bovenkant twee gaatjes gemaakt en een leuk lief klein strikje erin gedaan. Dan hebben we weer een insert. En dan hebben we deze. Deze gaat open door middel van swingtabs. Dit is gewoon een plaatje, die zit er vast op. Er zit geen secret pocket achter. Maar in deze kant, als je hem open doet, zit hij weer wel. Ook daar zit een plaatje voor journaling. Dan gaat deze open. Hier zou je gewoon foto's op kunnen zetten. Even rekening houden met de swingtabs. En dan gaat hij aan deze kant open. En deze heb zowel aan de achterkant een grote pocket als aan de voorkant heb je een pocket. Dit zijn trouwens twee pockets, want je kan hem niet doorschuiven. En er zit de tags aan en die heb ik aan elkaar vastgeknoopt door middel van een lintje. En de achterkant zitten ook weer verschillende kaartjes in waar ze weer foto's op kunnen zetten. En uiteraard hier aan de achterkant kun je dat ook gewoon. Aan de voorkant zou ze ook nog iets kunnen klemmen. Ook deze is open. Dit was zo'n vreselijk leuk album om te maken. Ik vond hem echt heel erg leuk. Deze doen we dicht. Het is een behoorlijk dikkerd geworden. En dan gaat deze dicht. Zo, nou, dat is even een dingetje. Deze pagina, nou, dit is eigenlijk hetzelfde als wat we hier hebben. Ik vind dit gewoon een ontzettende leuke sluiting, dus vandaar dus dat ik hem heb terug laten komen in de sluiting van het boek zelf. Ik maak altijd eerst de pagina's, daarna bedenk ik hoe gaan we het doen, wat voor soort pockets gaan we doen, gaan we überhaupt pockets doen. En daarna pas de kaft en de binding.
Ik werk eigenlijk dus echt van binnen naar buiten toe, want dat vind ik zelf het handigste. Deze gaat open en dit is een gewone, normale, simpele waterval. Plek zat voor foto's. Hier laten we de viooltjes nog even terugkomen. Die komt ook verderop in het papier voor. En dit bronzen embellishment is een swingtip geworden. En die maak je deze mee open. En dan maak je hem ook deze kant mee open. Plenty room voor foto's. En ook hier komen weer de bloemetjes terug. En natuurlijk weer de insert. Dan hebben we deze kant. Deze kant ziet er een beetje boring uit. Er zitten wel vlinders op. Ik heb ze vrij licht gelaten. Want je kan namelijk hieronder een stuk van de foto zetten. Als je dat wil. Kijk, en dat staat hartstikke leuk. Daar heb je die vlinder helemaal niet voor nodig. Datzelfde geldt aan deze kant. Dit geeft al aan waar hij open gaat. Dus deze gaat van rechts, rechts naar links. En deze gaat van links naar rechts. En dan vind je weer een iets meer in beeld, handiger. Weer een hoekspotje. Ik heb er een klein pijltje van geknipt. Daar kan je wat opschrijven. En daar kan je weer je foto's onderklemmen. En als ik het goed heb, juist, kan dat aan deze kant ook. Deze gaat ook weer open. En die ook, waarvoor je plek krijgt voor foto's. En een grote plaat waar je uiteraard foto's kan zetten. Deze, dit is ook een leukert. Die gaat open. Dan krijg je je plek voor foto's. Deze kan open. Dan krijg je nog meer plek voor foto's. Hierom heb je twee pockets. Daar zitten labels in. Nou kan die open. Nou, dan krijg ik mijn labels er even niet goed in. Ik krijg hem ook niet open. Ze moeten even goed. Ja, ik wou net zeggen, ze moeten makkelijk passen. Maar ze zitten ook niet te slap. Nou, ik doe hem er even uit, die doe ik zo meteen erin. Als je hem verder open doet, dan zie je een hele grote pocket. En hij is echt mega, hij is ook verdikt. En daarin een boekje. Nou, ze wil schrijven en ze mag schrijven. Er zitten heel veel pagina's in. Het is een watercolor paper, dus ze kan ook nog lekker erin gekliederen met verf als ze er zin in heeft. Een klein een brons framepje en dan kan ze het opschrijven wat er met het boekje gebeurt. En ik wil toch mijn tag erin hebben. Hij wilde niet. Jawel, kom. Af en toe moet je lief zijn. Nou, ik ga het toch zo meteen doen. Hij kan er namelijk in, want ik heb hem er al uitgehaald. Draaien we hem om. Dan hebben we hier een pocket, een pagina met drie grote pockets. Nummer 1 met een boeklid. Nummer 2 is iets groter met een boeklid. En nummer 3 is veel groter met een boeklid. Dus ook hier al. Als je hem eruit hebt, dus ook hier al is mijn zin afmaken, hebben we dus genoeg plek voor foto's. En als je ze eruit hebt, heb je één afbeelding. Begin van groot naar klein met erin te doen, want anders blijf je hangen. Want deze loopt natuurlijk helemaal door naar de onderkant. Deze en nummer 3. En ook hier komt het vlindertje weer terug. Deze pagina. Hier zien we weer plek voor. Nou, ik zou er persoonlijk wat opschrijven. En ook hier weer een boekje. En als we die open doen. Leuk hè? Je kan draaien. Dan hebben we weer heel veel plek. Om te schrijven, om te plakken. Het leuke van dit is, je kan hem eromheen zetten, draaien. Om hem vast te zetten. Zo, en dan draai je hem terug. En dan komt hij goed zitten. Boekpleetje waar je wat op kan schrijven. Je moet hem eruit halen, anders kan hij niet open en die kan je hier zien. En ook hier weer plek voor fotootjes.
Nou, dan zijn we alweer bij de laatste pagina. Het gaat best wel heel erg hard. Dan komen we bij deze. Je ziet, ik werk echt met een hidden hing systeem en dat moet je echt hebben. Inmiddels is hij zo zwaar, dus dat hij mijn achterkant nu omhoog gaat trekken. Dus ik ga hem even ondersteunen. Deze plaatje doe je van boven naar beneden open en van onder gaat hij naar boven open. Daar krijg je weer plek voor foto's door. En dan kom je hier alweer bij een pocket met schrijf- en fotomogelijkheden. Dus die dicht en die dicht. En deze, ja, die kan voor de rest niet open. Ik heb de linkerpagina's dun gehouden en de rechterpagina's, dat zijn de dikke pagina's. In dit geval komt hier dus ook weer een dikke pagina. Deze is vrij simpel. Dit is namelijk een mega dikke envelop. Kijk. En die kan zowel aan de zijkant als aan de onderkant open. Want hoe vaak gebeurt het niet? Dan zijn we bezig met foto's maken. En dan zijn we bezig met inplakken. En dan nog komen wij dan plek tekort voor foto's. Nou, ik hoop dat jullie dit wat vonden. Ik hoop vooral, dat is het meest belangrijke, dat de dame in kwestie het wat vond. En tot zover dit prachtige album. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei!